Goedemiddag. Hé, hey, dokter Visser. Wat bent u laat? Ik heb gerend. Helemaal van de kantine naar hier. Oh. En ik haat rennen. Oh. Lift kwam niet. Oh. Moest ik met de trap. Oh. Dat is wel goed voor uw conditie. Wat heb ik daaraan? Ik ben kapot. Ja, maar een beetje conditie kan toch geen kwaad? Dan kunt u ook meedoen aan een hardloopwedstrijd of iets dergelijks. Hardlopen, daar moet ik niet aan denken. Nou, ik zie het u wel doen, hoor. Een beetje fris en fruitig aan de start. Ja, en dan zo heel zwaar bezweet met rode wangetjes bij de finish. Ja, en dan staan wij op u te wachten met een bos gladiolen. Ja, en met een handdoekje, dokter, om u lekker af te drogen. Ja, als het zo brengt, dan klinkt hardlopen opeens een stuk minder vervelend. In ieder geval veel leuker dan hier in het ziekenhuis de trap op. Ja, dat is ook zo. Als hardlopen een sport is en niet gewoon dat je van de kantine heel hard naar hierheen moet lopen, dan is het opeens ronduit sexy, dokter. Ja, ik hoor wat u zegt, zuster Carla. Sexy, ik hoor wat u zegt. Luister eens, hardlopers moeten toch ook goed eten? Ja. In de kantine hadden ze sozijzenbroodjes, spaghetti bolognese en een tompoestoe. Nee. Wie er het eerste is, de laatste trakteert. Nee, wacht, we moeten wel gelijk starten. Dokter, de patiënt. Zuster Tini, we moeten extra koolhydraten binnenkrijgen. Hardlopen vreet energie, maar een operatie ook. Ja, u heeft wel gelijk. En de patiënt loopt niet weg. Nee, wij wel. Oké, ready, set, go. Opzij, opzij, opzij. Opzij, opzij. Oh, Carla.